Mijn grootvader die heeft altijd bij Ambiorix gewerkt. En die is op termijn dan zelfstandig begonnen in 1917. Die heeft een aantal jaren gedaan en in 1954 is mijn vader die het overgenomen heeft. En die heeft dan een winkel uitgebreid, maar ook nog de schoenmakerij. En vroeger was het meer schoenmakerij. Achteraf is het schoenherstellers geworden. Dus vroeger werd alles met de hand gemaakt, ook de nieuwe schoenen. Maar dat is allemaal eigenlijk opgesplitst. Fabrieken die zijn eigenlijk begonnen. En dan de echte schoenmaker, gelijk het vroeger bestond, is eigenlijk geëvolueerd naar schoenhersteller. Het is dat wat mijn vader gedaan heeft. En ik heb in Sintra geleerd. En van mijn vader. Dus een heel basispakket wat ik eigenlijk heb. En nu probeer ik het over te dragen, ook weer via Sintra, naar andere cursisten. Ja. En zijn er zo nog delen die jij voor je ziet van heel vroeger? Van uw papa? Of van uw... Ja, vroeger zat elke schoenmaker op een stoeltje aan zijn werkbank. Dat is ook allemaal verleden tijd. Het is allemaal gemoderniseerd om vlotter te werken. Meer machines. Je moet meer kunnen. Vroeger was alles handwerk. Nu is alles bijna machinaal. Ja, blijf nog altijd wel met de handen werken. Maar meer machines dan vroeger. Ja. En maar zelf, kun je dat ook nog een schoen maken van nul? Ik kan dat nog, maar dat is ook al jaren geleden. Ja, ja. Het fijnste vind je eigenlijk om te herstellen? Herstellen, ja. Dus het is ook niet meer betaalbaar, volledig met de hand schoenen maken. Ja. Dan zit je al serieuze bedragen die je moet neertellen. Ja. Je krijgt soms nog de vraag om... Die vraag bestaat er nog, maar als je dan prijzen noemt, ja, dan... Maken ze af. Dat is elite die dat nog doet. Ja, ja. Echt met de hand. Ja. Je vindt dat ook niet meer veel. Nee. En als je vergelijkt, sinds jij het doet, hoe verandert het? Het hele... Ja, alles is geëvolueerd. Vroeger was alles leder of leder en rubber. Tegenwoordig is heel veel plastic, stof, van alle soorten materialen. Het evolueert continu eigenlijk. Vroeger had je standaard werk, standaard zolen en hakken. Nu moet je een gans gamma van materialen en kleuren en hebben die een stok die 10 keer zo groot is als 30 jaar geleden. Ja. En qua mensen en het begrip en het respect voor het beroep? Respect voor het beroep, eigenlijk is daar niks aan veranderd. De ene kijkt neer op een schoenmaker, van je bent maar een schoenmaker. En de andere die vindt, ja, dat is een vakman, topvakman, die waarderen het nog en die appreciëren het ook. Ja, het zal altijd zo blijven, veronderstel ik. Ja, ja. Oké, ja, merci. En nu zijn jullie eigenlijk aan de beurt, hè? Ja. Lukt het wel om het allemaal te leren? Ja, tuurlijk. Beetje bij beetje, elke dag wat bij, hè? Ja. Meer ervaringskussen opnieuw en alles. Ja, want er komt heel wat bij kijken. Zoals? Ja, het is niet alleen een zool aan hakken, het is sleutels bijmaken, nummerplaten, van alles. Ja. Commercieel. Er ligt elke dag nieuwe dingen bij. Ja. En ja, het is allemaal handwerk ook, dus... Ja. En wat zijn de dingen die jullie zelf het liefste doen? Voorlopig schuurband. Ja. En ik zorg dat het allemaal voorgeschuurd is en Lisbeth doet meer de afwerking. En ja, op termijn komt daar wel meer wisselwerking in, maar eerst nu zorg ik dat... Ieder één stuk van het werk echt voldoende onder de knie heeft. En iets of wat snelheid erin krijgen ook, want dat is ook nog wel een beetje het pijnpunt, denk ik, van ons voor het moment. Dat als het wat drukker is, dat we dat kunnen komt. Volgen. Hè. Je bent de dochter van. Had je dat al heel lang van, ik wil dat ook kunnen? Of, het is de laatste jaren een beetje eigenlijk van, misschien is dat toch wel iets om ons verder te zetten en ja. Vroeger had ik er niet aan gedacht voor schoenhersteller te worden eigenlijk. Gewoon een paar dagen onder vakantie heb je het gedaan. Ja, een beetje inlijmen. Ja, inlijmen, maar meer hield het eigenlijk niet in. Nee. En nu is het alle werk. Nu is het alle werk proberen aan te pakken en te doen. Dat zal voor u toch ook wel fijn zijn dat je het zo kunt doorgeven aan haar, niet? Ja, je ziet dat. Ja, bestaat nu dit jaar 101 jaar. Ik hoop dat dat nog 30 jaar verder gaat. Snipman, welke materialen gebruiken jullie zo het meeste? Misschien is ook wel interessant. Meestal rubberzolen, gestanste rubberzolen ofwel plaatmateriaal.
als het voor sneakers is, doorlopende zolen, plaatmateriaal. Het staat ook in verschillende kleuren, allemaal tot rood, geel, blauw, noem maar op. Dat kun je allemaal krijgen. En dat is dat ook wat de stok groter maakt. Vroeger was het allemaal bruine zolen, bruine haken. En toen is er zwart bij gekomen. Ja, nu zijn het enorm veel kleuren wat je kunt. Ja. En ik denk dat je bepaalde zolen wel in 20, 30 kleuren kunt krijgen. Ja. Iets wat degelijk is, gaat jaren mee. En ja, als op tijd komen, spullen die 20 jaar misschien nog veel sneller versleten zijn. Soms na een paar keer dragen krijgen we al een paar binnen. Ja. Die dan eigenlijk al bijna niet herstellen zijn soms. Mm. Of waar zoveel werk aan is dat de kostprijs niet waard is. Ja. Dus ga op tijd naar je schoenmaker. Dat is zeker weten.